Dit is geweldig. Wat is dit? Dat hebben we niet. Wow, 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 wow. Eerlijk zeggen, hij ziet er echt stoer uit, hoor. Voordat je zaagplaat gaat monteren of verwisselen, moet je wel natuurlijk je accu eruit halen. Hè, voor het geval dat je per ongeluk erop drukt. Hij is wel beveiligd, dus je moet wel echt je best doen om dat apparaat aan te doen. Maar ja, je weet maar nooit, gewoon die accu eraf te halen is gewoon een stuk veiliger. Nou, opzetten. En dit is een schroefdraad. Die zet je zo erop. Vast is vast. Deze knopje is schuin gemaakt. Dus als je hem omdraait op deze stand, dan is die beveiligd. Kan je niet per ongeluk indrukken. Als je de blad wil losdraaien, dan moet je deze eens die kant opzetten en dan kan je hem indrukken. Val die even naar beneden en dan kan je het zaagblad losmaken of vastzetten. Als je deze beide knopjes indrukt, dan kan je deze bewegen. En dan valt hij in zijn settings. Kijk, klik. 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 Maar stel voor dat je die settings niet wil gebruiken, want die settings zitten op bepaalde graden. Bijvoorbeeld 15, 30 graden. Maar je wil hem bijvoorbeeld op, ik zeg maar 22 graden. Zo, op deze manier. Dan kun je deze beide indrukken. Doe je zo. En dan loslaten. En nu kun je hem bewegen zonder dat hij valt in de settings. En stel voor dat je zegt, nou, ik vind 22,5 een goede maat. Dan druk je deze, hop, zo naar beneden. En dan zit hij vast. Nou, dan kunnen we nu gewoon verder. Kijk. Heel mooi. Als je wat grotere platen hebt, dan druk je hierop. Dan kun je dus heen en weer. Kijk, op deze manier. Ja. Maar je kan hem ook vastzetten, vergrendelen, dan blijft hij daar vast. En dus dan kun je dus gewoon hoekjes op deze manier zagen. Super handig. En stel voor je wil hem natuurlijk vervoeren, dan druk je deze in, zet je hem daar vast en heb je hier een knopje en die draai je vast. Hoppa. Apparaat kun je dus zowel links als rechts zagen. En dat vind ik echt super handig. Bij sommige apparaten moet je juist je hout weer andersom zetten. En het is wel lekker dat het zeg maar beide kanten kan. Deze handvat heeft twee standen. Als je hem op deze stand zet, dan heb je de presets. Dus als je hem zo doet, dan valt hij zijn presets. En dat zijn bijvoorbeeld 15, 30 en 45 graden. Doe je hem hoger, dan is hij vrij. Dus je kan hem elke stand zetten die je wilt. Laat je los. Vast klemmen en zo blijft hij dus staan. Dat is super handig. En tot slot hebben we hier een handige feature. Hiermee kun je de diepte van je zaagblad instellen. Super handig. Stel voor je wil bijvoorbeeld een zaagsnede van 4 centimeter maken in een hout of van 2 centimeter. Dit klepje klap je naar beneden en dan met deze schroef je diepte instellen. En als je goed kijkt, zie je hier dus dat hij niet lager gaat. Super handig. En stel voor dat je dus om en om moet gaan zagen. Dat je één keer een zaagsneetje van 4 centimeter moet maken. En één keer moet je hem helemaal doorzagen. Hebben ze ook over nagedacht. Want dan kun je dit omhoog klappen. En je kan hem weer normaal zagen. Super handig. Genoeg gepraat over al die technieken wat die apparaat kan. Ik wil weten hoe die apparaat zaagt. Hoe presteert die apparaat ten opzichte van een normale machine met 230. Ik ben benieuwd. Ziet er gewoon goed uit. Mooi glad. Twee en drietje. Ziet er goed uit. Kijk of die hier doorheen gaat.
Nou, netjes hoor hij. Dit ziet er heel goed uit, jongens. Dat is handig, hè? Het ziet er goed uit, hè?